U heeft afgerond. De heer Bosma heeft een interruptie. Ja, de heer Stroldenberg begon zijn inbreng met het onderstrepen van de belangrijke positie van de burgemeester. Nou staat het kabinet, waar de VVD toe behoort, op het punt om de nieuwe asielwet aan te nemen. Dat is een dwangwet. Dat is niet een tijdelijke wet, maar een permanente wet, waarbij gemeenten gedwongen worden om bepaalde aantallen asielzoekers op te nemen. Dat is een uitholling van de gemeentelijke autonomie. Dat is ook een uitholling van de positie van de burgemeester. Want die heeft eigenlijk niks meer te vertellen. Die ziet gewoon die asielzoekers binnenkomen. That's it. Hoe verhoudt het feit dat de VVD-fractie dit steunt zich tot het pleidooi van de heer Stroldenberg over, ik citeer, de belangrijke positie van de burgemeester? Vanuit de positie van de burgemeester om te voorkomen dat het een asieldebat wordt, de heer Stroldenberg. Ja, nee, de heer Bosma is consequent. Vorige week natuurlijk ook al tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken stelde mij zelf een soort vraag. Ik ga daar geen antwoord op geven, want ik vind in die zin gewoon dat het asieldebat in een ander debat thuis hoort. Daar hebben we ook een woordvoerder in en wel complex genoeg dat ik daar geen uitspraak over doe. Het enige is de link met de burgemeester. Ja, weet je, belangrijk is dat daarin burgemeesters ook zelfstandig kunnen optreden, maar wel binnen de grenzen die er zijn. Ja, ik wil er ook helemaal geen asieldebat van maken. Dat is het laatste wat ik wil. Maar ik wil gewoon een reflectie hebben van de heer Stroldenberg op het feit dat hij aan de ene kant zegt, de burgemeester is zo belangrijk, ben ik met hem eens. Hij staat voor de positie van die burgemeester. Aan de andere kant steunt zijn fractie de asielwet die juist de positie van de burgemeester ondergraaft en minder belangrijk maakt. Het is of het een of het ander. Ik vraag gewoon aan de heer Stroldenberg om consistent en consequent te zijn en om daar eens iets over te zeggen. U herhaalt de vraag. Ja. Omdat ik geen antwoord krijg. Ik blijf bij mijn antwoord. Om zijn antwoord te bepalen. En daar laat ik het dan ook bij. Ik ga naar mevrouw Dekker Abdulaziz. Die mag interrumperen eerst. Een interruptie op de VVD. Voorzitter van de